Welkom op Moskowa. Moskowa ligt vol met geschiedenis en een paar van die geschiedverhalen hoor je nu. Ga je met me mee wandelen over het begraafpark Moskowa? In dit filmpje wil ik herinneringen ophalen aan mensen die in vroegere oorlogen hebben gevochten. En ik ga terug naar het begin van de 19e eeuw, de tijd van Napoleon. Ik wil vertellen over twee mensen die meetrokken op de tocht naar Rusland en het er levend vanaf brachten. Maar de eerste van hen is niet op Moskowa begraven. Waarom zal dit dan toch in deze film zitten? Hendrik, baron van Hekeren van Enghuizen, ging al naar de militieschool in Zutphen toen hij 9 jaar oud was. Op latere leeftijd trok hij met de Grande Armée naar Rusland, samen met 600.000 anderen. 3 maanden later versloeg Napoleon het Russische leger bij Borodino in de Bataille de Moskowa en lag de weg naar Moskou open. Bij de terugtocht ging het mis en maar 20% van de soldaten wist thuis te komen. In 1816 werd Van Hekeren een vermogend man door zijn huwelijk met Elisabeth Hoop en in 1821 kocht hij het Arnhemse landgoed Sonsbeek, dat hij in de jaren erna steeds uitbreidde tot ruim 800 hectare. Deze jachtpaal staat aan de Koningsweg. Hij maakte het mooie met siervijvers en follies en zette heidevelden om in bos en akkers. Van Hekeren liet ontginningsboerderijen bouwen die hij noemde naar plaatsen waar hij als militair had gevochten. En zo verschenen bij Arnhem de boerderijen Moskowa, Leipzig en Dresden. In 1873 besloot de gemeenteraad van Arnhem om de nieuw te stichten begraafplaats de naam Moskowa te geven, genoemd dus naar de boerderij. Van Hekeren is begraven in het familiegraf in Hummelo. Zijn familiewapen is prominent aanwezig en om de urn die op de zuil staat slingert zich een Ouroboros, een slang die zichzelf in de staart bijt. De baron was de grootste belastingbetaler van Arnhem en heeft veel voor de stad betekend. En jij weet nu hoe Moskowa aan die bijzondere naam komt. Ook Wouter Kuik trok mee naar Rusland. In de archieven kun je lezen dat hij dapper presteerde en hij kreeg van Napoleon zelfs het lintje van het legioen van eer. Maar in 1815 vocht hij in de slag bij Waterloo tegen de keizer. Hij ontving een paar jaar later zijn tweede lintje, de militaire Willemsorde. In 1826 was hij aan boord van een radenstoomboot en toen de boot langs Hulkenstein voer werd besloten om de weduwe Brandsen en haar 2 jonge kinderen aan boord te halen. Kuik was een van de roeiers. Op de terugweg sloeg de boot om en de inzittenden verdronken. Het lichaam van kolonel Kuik werd 3 dagen later gevonden en begraven op de Koehoorn begraafplaats in Arnhem. Zijn officieren plaatsten uit hoogachting op het graf een sierlijke zuil met uiteraard zijn familiewapen met de 8 kuikentjes en zijn 2 onderscheidingen. Toen de Koehoorn begraafplaats werd geruimd, werd het monument overgebracht naar Moskowa. Het is dus het oudste monument op deze begraafplaats. Uit 1826. We lopen naar de prachtige cirkel in het oude katholieke deel om het graf te zien van jonkheer Grotehuis van Onstein. Hij werd geboren in Huize Onstein in Vorden en vocht al op 16-jarige leeftijd mee in de slag bij Waterloo. Hij kreeg, zoals ieder die mee had gevochten, de militaire Willemsorde voor betoonde moed. Op de steen staat zijn ridderorde vermeld en kun je het woord Waterloo terugvinden. Hij beëindigde zijn militaire carrière als generaal-majoor. Onze volgende oorlog was de Belgische opstand, de Belgische Revolutie in 1830. En daarbij hoort het verhaal van Leonard Tindal. Hij stamde uit een geslacht dat veel militairen voortbracht en ging al bij het leger toen hij 15 jaar oud was. In 1826 werd hij 2e luitenant bij de veldartillerie. Hij werd gelegerd in Bergen, in het tegenwoordige België. Tijdens de oorlog werden de militairen gevangen genomen, maar met een groep officieren ontsnapte hij naar Frankrijk. En hierbij hoort een spannend verhaal van een vlucht over daken en een klimpartij over een hoge muur. Een half jaar later vocht hij toch weer mee in de 10-daagse veldtocht, raakte gewond en kreeg naderhand de militaire Willemsorde. Bij de Belgische opstand hoort het verhaal van de eerste Nederlandse oorlogsbegraafplaats in Ginneke, gemeente Breda. En dat kent bijna niemand. Het staat los van het Tindal-verhaal. Bij het begin van de 80-jarige oorlog werd er Alva een dwangburcht gebouwd bij Antwerpen, de Citadel, 5 hectare groot. Het bouwwerk was omgeven door grachten en werd in 1830 verdedigd door de Nederlandse generaal Chassé.
Twee jaar later gaf Chassé zich over aan het Franse leger na zware bombardementen. En daarna werd de gehate citadel afgebroken. Maar op de binnenplaats waren de Nederlanders begraven die tijdens de verdediging gesneuveld waren. Die mensen werden herbegraven in Ginneke bij Breda. Op hun graf staat nu het citadelmonument. De originele naamstenen van de vijf bastions zijn door België aan Nederland geschonken en zijn verwerkt in het monument. Terug naar Tindal. Hij bleef tot zijn pensioen in het leger en beëindigde zijn carrière als kolonel. Sinds 1815 mocht hij zich jonkheer noemen. Hij overleed in 1881 en zijn zerk is niet meer te lezen. Het geslacht Tindal stierf in 1974 uit. Een verhaal uit de Eerste Wereldoorlog nu. Gerard van der Hoek was een verhalenschrijver. Hij had een zwakke gezondheid en had helemaal niet als dienstplichtig soldaat opgeroepen mogen worden. Twee artsen schreven een verklaring dat hij niet geschikt was voor de militaire dienst. En toch werd hij in februari 1916 opgeroepen en goedgekeurd. Nederland had soldaten nodig, want in de buurlanden was de oorlog bezig. Ik citeer, doch zich onwel voelend vroeg hij een thermometer en het bleek dat hij 39 graden koorts had. Terwille van allemaal onbenullige formaliteiten moest hij een paar keer terugkomen en terwijl moest ik met koorts in de kazerne allerlei karweitjes uitvoeren. Het kon de keurensarts allemaal niets schelen. Maar uiteindelijk werd hij dan toch afgekeurd. Thuis werd hij meteen in een ziekenhuis opgenomen, waarna hij naar huis mocht om daar 11 dagen na zijn oproep te sterven. Zijn vroege dood deed nogal wat stof opwaaien. Postuum verscheen een verhalenbundel, Het Kostelijk Leven. Nu, na 100 jaar, ligt zijn graf er verwaarloosd bij. Ten slotte de Tweede Wereldoorlog. Daarover wil ik aparte filmpjes maken, maar ik vertel deze keer vast over twee broers. Jan Joost ter Pelkwijk was veldbioloog. Zijn vader was gemeentesecretaris in Den Haag en later burgemeester van Utrecht. Maar Pelk rebelleerde tegen de deftigheid van zijn milieu, schreef er met humor over en kon goed tekenen. Hij werkte voor tijdschriften en er zijn natuurdagboekjes van hem bewaard gebleven. Opstellen en tekeningen zijn uitgegeven in Deze Mooie Wereld. Hij was kwartiermeester bij de Koninklijke Marine en na de verovering van Nederlands-Indië door Japan probeerde hij met 24 man naar Australië te ontkomen. Het schip werd getorpedeerd en ieder verdronk. Jan Joost werd 27 jaar. Hij wordt herdacht op het vlootmonument in Surabaya. En zijn lichaam ligt niet hier. In 1947 sneuvelde zijn broer, kapitein Joop ter Pelkwijk, bij de vrijwording van Indonesië. Hij is begraven op Java. Beide mannen komen dus niet in het begraafregister van Moskou. In het graf liggen andere familieleden. Het monument is van zandsteen en dat zou nu niet meer gemaakt mogen worden. Ik wil dit filmpje eindigen met iets bijzonders, met een cenotaaf. Dat is Grieks voor leeg graf. En het is een grafteken voor een overledene die ergens anders begraven of onvindbaar is. Sergeant Johan Noé uit Velp was tandheelkundige. Hij was getrouwd en vader van Emma. In de meidagen van 1940 vocht hij bij de Maasbruggen in Rotterdam. Hij zat op 12 mei met zijn mitrailleur op de zolder van het Maasstation toen de Luftwaffe een voltreffer plaatste. Johan is begraven op Rotterdam-Krooswijk in vak P, samen met 114 andere militairen. Zijn ouders en zijn vrouw wilden een gedenkplaats dichterbij en zorgden dat deze cenotaaf op Moskou werd opgericht. Ze kwamen de plek vaak bezoeken. Dit was het dan voor deze keer. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Dan ben je weer van harte welkom in Arnhem, in het begraafpark Moskou.